Mijn naam is Soufiane Al-Kandousi, voorzitter van de branchevereniging voor de islamitische uitvaartorganisaties Nederland. Wij hebben als branchevereniging een visie dat de branchevereniging er nog steeds bestaat over 100 jaar en veel langer zelfs. Dat wij fundamentele ontwikkelingen teweeg brengen die ervoor zorgen dat de islamitische uitvaartbranche volwassener wordt. Iets waar we enorm trots op zijn, is dat wij onlangs Europa's eerste islamitische uitvaartkeurmerk hebben gelanceerd. Daar is een heel proces aan vooraf gegaan. We hebben voor de islamitische uitvaartbranche een professionaliteitscode opgesteld en gedefinieerd. Het belang van een branchevereniging is om de kwaliteit van de islamitische uitvaartzorg allereerst op een hoger niveau te tillen en om de belangen van de allereerst de overledenen, maar ook van de islamitische gemeenschap, om die te waarborgen conform voorschriften die er zijn vanuit islamitische ethische normen en waarden, maar ook vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheden. Yani bütün cenaze kurumların bir arada toplanması ve Müslümanların lehinde çalışması için bu tür organizasyonların önemi arz etmekte. Een keurmerk draagt bij aan de professionaliteit van de individuele islamitische uitvaartorganisaties. Het zorgt ervoor dat de nabestaanden hier in Nederland een betere uitvaart genieten. En dat er toch wel eenheid gecreëerd wordt tussen die verschillende organisaties. Waarom een branchevereniging belangrijk is, die het houdt je scherp. Je hebt een gezamenlijk doel. En een branchevereniging die erachter zit, geeft jou weer het gevoel van oké, ik sta niet alleen. Ja, het trok mij vooral om lid te worden van BIOEN, de gezamenlijkheid van islamitische uitvaartondernemers, waar ik een onderdeel van ben. Ik zie dat eigenlijk als een mooie kans om de krachten te bundelen, landelijk. Waarom zou je elkaar concurreren? Je kan liever samenwerken. اتأكد قبل ما تتصل بأي مكتب دفن إن عنده الكور ميرك بتاع البرانش فرينيكينج علشان تتأكد إن كل حاجة ماشية تمام. De branchevereniging voor islamitische uitvaartorganisaties staat voor eenheid, staat voor saamhorigheid, professionaliteit, deskundigheid. Voor het eerst hebben wij nu eindelijk een keurmerk voor islamitische uitvaartorganisaties, waarbij uitvaartverzorgers getoetst worden op hun deskundigheid, op hun kennis, zowel van de wetgeving in Nederland, maar ook als op hun islamitische kennis met betrekking tot uitvaarten. Als branchevereniging heb je verschillende individuele organisaties die samenkomen en samen dus de belangen behartigen van elkaar, maar ook van de nabestaanden hier in Nederland. Samen sterk. Eigenlijk heel simpel. Samen kun je, alleen ga je misschien snel, maar samen kom je heel ver. نحن نسعى ان احنا نخرج اي جنازه اسلاميه على احسن مستوى من الخدمه والاداء. We hebben een klachtencommissie gelanceerd. Dus nu voor het eerst kunnen nabestaanden een klacht indienen wanneer ze bijvoorbeeld een incident of een dispuut hebben gehad met een uitvaartverzorger die een uitvaart voor hen heeft verzorgd. Dus dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Anket çalışmasının neticesinde şunu anladık ki yeni neslin, gençlerin bilhassa şu anda 20 ile 35 yaş arası gençlerin Türkiye'ye defnedilmesi değil, Hollanda'ya. Een van de voordelen van de branchevereniging is dat wij nu als eenheid naar buiten kunnen treden. En we hebben bijvoorbeeld een veel sterkere lobby kunnen opzetten naar de overheid toe, die momenteel de wet op lijkbezorging, de wetgeving, aan het herzien is. Het is belangrijk om lid te worden van een branchevereniging om zich te onderscheiden in zijn dienstverlening, waarbij hij aangeeft dat de voorwaarden die gesteld worden aan zo'n
branchevereniging en een keurmerk, dat die zich daarvoor inzet en zich blijft ontwikkelen en professionaliseren in de dienstverlening. Bij Bion zijn wij bezig met belangrijke, een prachtig project. Projecten die de islamitische gemeenschap in Nederland, de moslimgemeenschap in Nederland, van voordeel zullen zijn. Projecten die de uitvaart professioneler maken. Ja, misschien kun je het een beetje druk noemen. Het geeft jou in ieder geval de druk om goed te presteren en je werk op een juiste en open manier te doen. Dan is zo'n keurmerk wel belangrijk. Bijna 80% van de islamitische uitvaartbranche is aangesloten bij BIUN, de branchevereniging voor islamitische uitvaartorganisaties. En dat is een prachtige ontwikkeling. Dat toont alleen maar aan dat er echt enorm veel behoefte is aan eenheid en gezamenlijk optrekken om gemeenschappelijke uitdagingen van de moslimgemeenschap het hoofd te bieden. En dat juichen wij toe. BIUN staat voor eenheid. Belangenbehartiging. Samenwerking. Lobby. Eenheid. Eén umma. Dus blijf ons in de gaten houden. Van tijd tot tijd zullen we een update leveren via onze social media kanalen en onze website.